Hoofdgebouw Paleis Het Loo 3 jaar dicht voor verbouwing. Paleis Het Loo in Apeldoorn gaat in 2018 gedeeltelijk dicht voor een grote verbouwing. De paleistuinen, de stallen en de restaurants blijven voor het publiek wel toegankelijk. Sinds de openstelling voor het publiek midden jaren 80 is er aan het paleis geen groot onderhoud meer gepleegd. Het gebouw is niet berekend op de grote bezoekersaantallen die juist de laatste jaren zelfs zijn toegenomen tot ongeveer 400.000 bezoekers per jaar. In 3 jaar tijd moet de technische installatie en de klimaatregulering worden aangepakt. Ook moet er asbest uit het gebouw verwijderd worden. Er komt ook een nieuwe grote entree voor de bezoekers die onder het plein voor het paleis zal gaan komen. Na de verbouwing moet het museumpaleis ruim 500.000 bezoekers per jaar kunnen ontvangen. Hoe het nieuwe paleis eruit komt te zien is nog niet bekend. Er zijn 5 architectenbureaus gevraagd een schetsontwerp te maken. Een beoordelingscommissie bepaalt dit jaar nog welk ontwerp het gaat worden. Over de kosten van de grote verbouwing van het museum is nog niets te zeggen. Het Rijk en sponsoren zullen een bijdrage gaan leveren. De rest zal uit exploitatiekosten gehaald moeten worden, aldus hoofd marketing en communicatie van Paleis Het Loo, Suzanne Teriet. Christine Leduc gaat de komende maanden flink afslanken. Daardoor gaan er in Nederland 13 van de 26 filialen dicht. Daarmee verdwijnen er 40 van de in totaal 80 arbeidsplaatsen bij het bedrijf. Gedwongen ontslagen zullen er volgens het concern niet plaatsvinden. Het Christine Leduc filiaal in Apeldoorn aan de Asselse straat gaat eind februari dicht. Door de toegenomen verkoop via internet heeft dat ertoe geleid dat er minder werd omgezet en zelfs verlies werd geleden bij de 13 filialen die nu dichtgaan. Voor Apeldoorn is dat het zoveelste winkelbedrijf dat moet sluiten door slechte omzet of faillissementen. Al eerder gingen de winkels van Miss Etam, Schoenenreus en de schoenenwinkels van McIntosh dicht. Ook het filiaal van V&D aan de Hoofdstraat in Apeldoorn wacht een onzekere toekomst nadat het warenhuis onlangs failliet werd verklaard. 12 scholen in Gelderland mogen zich de komende 3 jaar excellent noemen. Het excellent predicaat kreeg ook de christelijke basisschool De Prinsenhof in Apeldoorn. De jury oordeelde onder andere dat er binnen het schoolteam van De Prinsenhof sprake is van een positief kritische houding waarbij ambitieuze doelen worden gesteld. De meerjarenplanning van de school laat zien dat de school van plan is hieraan te blijven werken en te verbeteren. Tot en met 2017 mag de Prinsenhof in Apeldoorn zich excellent noemen. De sportvereniging Prins Bernhard in Uddel heeft een gouden spatel van bierbrouwerij Heineken gewonnen als beste sportkantine van Oost-Nederland. Voor het eerst konden de sportkantines meedingen aan deze kwaliteitsprijs van de bierbrouwerij. Maar dan moesten de deelnemers wel aan het programma Goed Getapt meedoen en moest er in de kantine Heineken, Brand of Amstel uit de tapkraan komen. Bij de sportvereniging Prins Bernhard zijn ze super trots op hun gouden spatelprijs. Die krijgt een ereplaats in onze prijzenkast, aldus de beheerder Peter Vermeer. Morgen is het vrijwel bewolkt, maar blijft het droog. Er staat nauwelijks wind en het wordt ongeveer 3 graden. In de avond en nacht klaart het op en gaat het licht tot matig vriezen. Donderdag is het vrij zonnig en liggen de temperaturen rond het vriespunt. En vrijdag zijn er winterse buien en wordt het ongeveer 3 graden.